Morning en welkom op Vlogmas dag 4. Oh, het is later dan dat ik normaal de deur uit ga. Ik werd vanochtend wakker met knettererge ongesteldheid, buikpijn. Normaal heb ik daar helemaal niet zo last van, maar ik weet niet wat het vandaag was. Soms dan gebeurt het ook gewoon overdag en dan heb je niet zo heel erg de ruimte om het te voelen of zo. Heb ik altijd het idee. Ik heb altijd het idee dat het erger is als ik thuis ben dan wanneer het gewoon overdag begint en ik op werk ben of zo. Dan op de een of andere manier houdt die baarmoeder zich dan een beetje in of zo. I don't know. Of het is gewoon totaal iets wat in je hoofd zit. Ik ken natuurlijk ook. Nou, de achterdeur is vandaag gewoon de hele nacht open gebleven. Oepsie. Ik ga naar kantoor. Ik had gelukkig pas om 11 uur mijn eerste overleg. Dus ik kom wel een beetje rustig aan doen. En nu gaat het weer. Tot strakjes. En ik loop hier met Sammy Jo. Ze loopt stage bij ons. Hoi. Waar gaat je stage over? Ik loop bij event management. En dan mag ik lekker evenementen bedenken. Yes. Regelen. Meehelpen. En je zit ook in het marketingteam voor een ook nieuw nog. Event dat we aan het opzetten zijn. Ja, manage van alles. Ja. En net hadden we een super tof overleg, vond ik zelf. Binnen anderhalf uur hebben we een hele website bedacht. Campagne, prijs, alle P's van marketing kwamen voorbij. In een anderhalf uur. Nou, ja, toppers. Ging echt super goed. Ja. We zaten helemaal lekker in. Nou, we hebben even broodje gekocht. Lekker eten. In de zon. Lekker. Ja, heerlijk. Nou, en nu gaan we weer verder. Ja, doei. Inderdaad. Ajus. Later. En toen was het alweer 5 uur. En was de werkdag weer voorbij. En daarom loop ik nu naar mijn fiets. Het was een goede dag. Ik heb veel goede dingen gedaan. Maar ook wel veel last gehad van mijn buik. En nu kijk ik naar een heel mooie oranje lucht. Kijk. It's very, very pretty. Ik moet zo eerst nog even langs de supermarkt. Voor sojasaus en chocoladepepernoten. Wat een topcombi. De een voor vanavond, de ander voor morgenavond, de chocopepernoten, want we gaan Sinterklaas vieren met vrienden en we doen een dobbelspel. Ik moet trouwens ook nog cadeautjes inpakken. Dus nou ja, eerst supermarkt. Daarna heb ik om, vlak daarna, eerst natuurlijk eten en daarna heb ik zangles. En ik heb dat nog nooit gezegd volgens mij op Instagram, dat ik dat doe tegenwoordig. Maar het is wel zo. En het is ook leuk. Dus misschien neem ik jullie wel mee. Het is ook al zo'n mooi plaatje. Pretty, pretty, pretty. Het wordt steeds mooier. En ja, ik ben buiten adem van het fietsen. Wowie. Wat een tractatie voor het oog. Het is gelukt met de boodschappen bij de Jumbo. Waren het chocopepernoten. Even first world problems hoor dit. Al de hele week zijn ze daar uitverkocht. Maar bij de... Wat was het? Aldi of de Lidl? Lidl volgens mij zit daar toch? Waren ze nog wel. Dus en... Dit... Want kijk, eerst dacht ik, oh nee, ze hebben hier ook geen chocopepernoten. En toen zag ik dit licht, toen dacht ik, oh dat is ook lekker. Maar toen eenmaal bij de kassa hadden ze toch chocopepernoten. Maar ja, toen kon ik niet dit weer terugleggen. Dus moest ik het wel allebei halen. Zo vervelend. Ach, doe niet zo vervelend. Ach, doe niet zo vervelend. Ach, doe niet zo vervelend. En nu, oh ja, de sojasaus heb ik ook. En nu gaan we even lekker koken. Maandag had ik het over de... hoe heet het? Koreaanse biefstuk wrapjes.
Die zijn zo lekker. Dus die gaan wij... Ik wou bouwen zeggen, maar laat ik het bij maken houden. En dit is trouwens waar ik al de hele week van af probeer te blijven. Allemaal lekkers voor pakjesavond. En ik mag er niet aan zitten. It's pure torture! Deze ook nog. Oh, deze zijn echt mijn favoriet. Die zijn zo lekker. Morgen mag ik er eindelijk aan zitten. Smaakt die? Ja, lekker hoor. Ik ben lekker klaar tegen de tijd dat jij uitgefilmd bent. Nou, het is tijd voor zangles en ik ben hier met Leonie. Hallo! Mijn zanglerares. Hi! We gaan vanavond lekker zingen en kijken wat eruit komt vanavond. Ja, inderdaad. En vooral, we gaan een paar verschillende... Oh ja, eerst oefeningen om warm te worden. Ja, inzingoefeningen. Ja. Beetje opwarmen en dan gaan we lekker wat nummers knallen. Ja. Cool, ik heb er zin in. Zangles zit er weer op. Ik vond het leuk. En het ging volgens mij ook goed.
Ja, het ging sowieso gewoon goed. Ik bedacht me dat ik dat nooit heb verteld op Instagram. Behalve dus via deze vlog. Dat ik op zangles zit. Ik doe dat nu een jaar. Omdat ik zingen heel leuk vind. Punt. En het is dus geweldig. Ik leer echt zo ontzettend veel. Je denkt dan, weet je wel, als je van jezelf hoort dat je de goede noten kunt raken, dat je kunt zingen. Maar nee, er is nog een hele wereld vol met technieken en emotie wat je erin kunt leggen. En dus ja, als je denkt dat je een beetje kunt zingen, je weet misschien 10%, vind ik. Tenminste, ja, ik denk dat het meeste heb ik geleerd van nu ik zangles heb. Nu ik het officieel, zeg maar, leer. Ik ga weer naar huis rijden. Even een heel blij momentje. Voor ons huis is het file parkeren. En ik struggle daar altijd mee. En nu heb ik hem gewoon in één keer goed. Het zijn ook twee plekken achter elkaar. Want normaal, als het één plek is, dan doe ik het niet. Want dan weet ik al dat dat het niet lukt. Dan zet ik maar gas anders. Wel gewoon binnen 100 meter van ons huis, hoor. Dus niet dat ik dan een achterlijk eind ga rijden. Maar ook als dit één plek was geweest, had ik hem in één keer erin gedraaid. Zo woep, 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 woep. Ja, hij ging lekker. En ik wilde nog zeggen, ik dacht misschien nog een beetje context geven over waarom ik nou zo tijdens zangles rondloop. Dat is om mezelf af te leiden. Want als ik te veel nadenk, dan denk ik, oh god, straks komt die ene hoge noot. En dan red ik hem niet meer. Dus daarom loop ik rond en gooi ik met spullen om mezelf af te leiden van die gedachten. En dan lukt het in één keer wel. Zie je, het hoofd, dat is niet altijd, die staat niet altijd aan jouw kant, je hoofd. Dat heb ik wel geleerd met zangles en andere dingen in het leven. En ik wou nog iets zeggen. Oh ja, ik heb 2 wekelijks zangles. Ik dacht, er komen vast anders vragen over. Dan weet je dat alvast. Dan hoef je daar niet om wakker te liggen. Ik zit mijn vlog te editen. Weer lekker thuis. Hij is al bijna af. Maar ik wilde nog even een lifehack met jullie delen. Ik heb namelijk ontdekt hoe chill het is om je badjas over je kleren aan te trekken als je het koud hebt. Het is eigenlijk gewoon een lekker dik warm vest. Fantastisch. Delicious. Ik ga afsluiten. Morgen, dag 5, pakjesavond. En daar heb ik ook heel veel zin in. Dus ja, tot morgen.